Dansend in de club, schreeuwend in het stadion of meezingend in de kroeg. Zonder die anderhalve meter afstand. Als je gevaccineerd bent, hoe groot is dan de kans dat je alsnog corona krijgt? Inmiddels is het merendeel van de Nederlanders gevaccineerd of hersteld van corona. Hoe verspreidt het virus zich als ze weer dichter bij elkaar komen? Dat kunnen we mooi laten zien in een club. Hoe groot is de kans dat daar iemand naar binnen glipt die jou kan besmetten? Eind mei, voordat de effecten van vaccinatie op alle leeftijdsgroepen zichtbaar werden, was ongeveer 1 op de 100 mensen die je tegenkwam besmet met corona. Inmiddels is dat een stuk lager, ongeveer 1 op 1000. Minstens een derde van die besmette personen heeft geen symptomen en dus niet door dat ze corona hebben. Die zou je in de club tegen kunnen komen. Stel, je gaat naar een club waar 100 mensen in kunnen. Dan heb je op dit moment best een goede kans dat die besmette persoon net naar een andere club gaat. En dat betekent dat je niet met hem of haar in aanraking komt. Maar laten we er even van uitgaan dat je pech hebt en dat diegene toch jouw club heeft uitgekozen voor vanavond. De kans dat hij jou besmet hangt af van een aantal factoren, waaronder of hij gevaccineerd is. Als hij wel gevaccineerd is, is de kans dat hij iemand besmet 2 keer kleiner dan wanneer hij niet gevaccineerd is. Daar komt bovenop dat als jij en anderen in de club ook gevaccineerd zijn, jullie 60% minder kans hebben om het virus op te lopen. De bescherming werkt dus 2 kanten op. Dan is het ook nog belangrijk om te weten dat die laatste besmette persoon ook minder kans heeft om ernstig ziek te worden. Als we het hebben over de werking van vaccins, maken we namelijk onderscheid tussen bescherming tegen ziek worden en bescherming tegen ziekenhuisopname of zelfs overlijden aan corona. De effectiviteitspercentages van de vaccins, die je vaak in het nieuws hoort, gaan over in hoeverre ze voorkomen dat je ziek wordt. Los van dit percentage voorkomen alle vaccins voor bijna iedereen dat ze in het ziekenhuis belanden of overlijden aan corona. Terug naar de club. Wat nog belangrijk is om te realiseren, is dat om besmet te raken je wel lang en nauw contact moet hebben met die geïnfecteerde persoon. Sta je verder weg of heb je maar kort contact met hem of haar, dan is de kans veel kleiner. De mensen die het virus dus veel zullen verspreiden zijn vooral de social butterflies, die met veel mensen een praatje maken of dansen en zo meer mensen kunnen besmetten. De meeste mensen komen gelukkig niet met zoveel mensen in aanraking in een club. Als je met z'n allen binnenkomt, is de beweging van die groep in de ruimte vaak redelijk hetzelfde. Mensen van buiten jouw groep heb je vaak maar kort contact mee en zul je dus niet zo snel besmetten. Je infecteert dus vooral je eigen inner circle. Al moet ik daar wel bij vertellen dat wanneer een besmet persoon langer in een ruimte is, de cirkel van personen die hij kan besmetten steeds groter wordt. Hij kan dan zelfs mensen op 3 tot 4 meter afstand besmetten. Zeker wanneer hij in een ruimte is die slecht geventileerd is. Dit geldt dus ook bijvoorbeeld voor een slecht geventileerd restaurant, waar je op een vaste plek zit. Maar het is natuurlijk nog iets ingewikkelder dan dat. Hoe besmettelijk iemand is, of het gedrag van iemand, hebben natuurlijk ook invloed. Als je spreekt, verspreid je bijvoorbeeld wel 10 keer zoveel deeltjes als wanneer je je mond houdt. En dit is nog meer als je staat te zingen of schreeuwen. Het probleem met zingen en met schreeuwen is dat je ook nog eens meer lucht inademt, waardoor je een grotere kans hebt om het virus op te pikken. Om een echt groot superspreading event te krijgen, moet je dus een perfect storm hebben. Bijvoorbeeld door iemand die bovengemiddeld besmettelijk is en een social butterfly los te laten in een ongeventileerde bar waar toevallig net een karaokeavond werd gehouden. Dat is een recept voor flink wat besmettingen. Zeker als er een grote groep niet gevaccineerde vrienden naar hetzelfde feest gaat. Hoewel de kans op zo'n superspreading event klein is, kunnen ze in een weekend met duizenden feesten toch regelmatig voorkomen. Vaccinatie helpt om deze superspreading events de kop in te drukken.